laatste ronde ingeluid krijgen door een Amerikaan, Ben Horton, die heel graag het laatste belsignaal van deze ploegmoes wil laten gebeuren. Achterna gezeten hier door Tintelke en Jasper de West. We zitten op. De laatste ronde komt eraan. Ido Gijsselmoor, Kevin Dish. Ido Gijssel, Mark Kevin Dish. En daar komt. Wie gaat het halen? Ido Gijssel, Mark Kevin Dish. Derde plaats, Jasper de Wijst en Kors van den Zanden. Ondanks hulp op onthoud. De laatste 6 minuten, keispannend tussen 3 ploegen met Jasper de Wijst, Kors van den Zanden, de Ketelen met Gijs en Gijssel en Cavendish. Uiteindelijk Ilio Gijssel en Mark Cavendish winnen de Memorial Patrick Sercu in een hele grote strijd met de Ketelen Gijs als tweede en de Wijst van den Zanden op een mooie 3e plaats. In eigen ogenblikken krijgen we ook een ceremonie protocolaire. Dit allemaal in deze Memorial Patrick Sercu. De beste 3 ploegen uit deze Memorial Patrick Sercu worden uitgenodigd voor de huldiging, alsjeblieft. De winst was het dus voor Ilio Gijssel en Mark Cavendish. Kenny de Ketelen en Robbie Gijs worden als tweede mee verwacht voor de huldigingsplechtigheid. En ook Jasper de Wijst, Kors van den Zanden, wordt hier verwacht, alsjeblieft. En na de huldiging van Zandertijn, het optreden dat we op het programma hebben gesteld, waarin de renners eventjes van een welverdiende pauze zullen gebruik kunnen maken, gaan we straks ook na de huldiging naar het optreden van Sylvie de Bietoe.